Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat. Helemaal op slot gaat. Helemaal op slot gaat. Helemaal op slot gaat. Hoi, lieve reizigers. Het is dag 1 en ik sta hier op de luchthaven om jullie op te halen. Jullie komen daar straks vandaan na een tussenlanding op Newark. En dit is het moment dat de grote reis gaat beginnen. Laten we gewoon even kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 3 weken. Want dat is nogal veel. In 3, 2, 1... Hoe is de vakantie tot nu toe? Goed. Heel leuk. Good afternoon, everyone. My name is Walter, and I am going to be your guide for the chocolate tour.
Best oké, hè? Echt oké. Ja. Dan ga ik met jou mee, want ik ben een beetje bang. Tussen evaluatie na de eerste sessie op de rivier. Ja, leuk. We gaan naar beneden. Wat hoop je nog, te ervaren in het laatste deel? Dat Feline eruit valt. Ja, ja, ja. Ga eens kijken, het schijnt ijskoud te zijn. Wat ga je doen? Ja, ik ga het doen. En jij? Wat ga je doen? Zal er achterover. Dan hou ik even, zwem ik onder die waterval door. Dat is het lastige in een groep van 25. Dan probeer je dus een groepsfoto te maken. Ze willen er allemaal opklimmen. En dan, er is een hoop gedelegeer wat er moet gebeuren. Het gaat redelijk vlot. Dus, film je dit ook? Ja, ik ben nu aan het uitleggen wat er gaande is. Dus wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Het gaat allemaal heel soepel. Het gaat heel soepel, ja. Heb je gevonden? Wat spotte jij? Oorspronkelijke Costa Ricaanse ketsel gevonden. Een oorspronkelijke Costa Ricaanse ketsel. Ik hoop dat ik niet dood ga. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb er ook heel veel zin in. En ik kijk enorm uit naar de 1 kilometer lange zipline. Ik vond het echt heel vet. Wat een trip, hè? Geweldig. Ja, once in a lifetime, denk ik. Laatste check. Alles. Bijna vergeten. Allemaal zeg maar opgestorven aan, dus best wel goed dat ik niet zo op heet. En allemaal één plukje haar, echt slim, want dan stel je voor rent er één weg, kan je dus zeggen dit zijn mijn paarden, want die hebben allemaal één plukje. Ja.